Tussen Zeebrugge en De Pannen zijn vandaag zowat 1000 vogels aangespoeld op het strand. De vogels waren besmeurd met een dikke laag stookolie. De meeste waren al dood. En van de nog levende exemplaren kan maar 10% gered worden. Maar niet alleen vandaag zijn zoveel vogels het slachtoffer van oliesmurrie. Deze winter zijn er al 6000 exemplaren langs de kustlijn aangetroffen. De oorzaak van dit alles ligt bij de schepen die hun afvalolie dumpen in volle zee. De afgelopen 3 dagen zijn er in Frankrijk 15 mensen door het noodweer omgekomen. De meeste kwamen om in de Alpen door de hevige sneeuwval en lawines. Vooral de skistations in de buurt van Val d'Isère werden volledig van de buitenwereld afgesloten en konden pas vandaag opnieuw worden bereikt. In de Alpen wordt geen nieuwe sneeuw voorspeld, maar het lawinegevaar blijft. Tegen de krokusvakantie zou het gevaar geweken zijn. En dan nog een flinke brok sportnieuws. In de hoogste klasse van het voetbal zijn vanavond 4 wedstrijden van de 22e speeldag afgewerkt. Dit zijn ze. Anderlecht Sporting Charleroi was 5-0. Antwerpen Beerschot 4-0. Lierse A Gent 0-1. Racing Mechelen Sint-Truiden 3-0. En de West-Duitsers Boris Becker en Kalle Uwe Steep spelen morgen, of eigenlijk straks al, in Vorst Nationaal de finale van het Belgian Indoor Championship Tennis. Becker versloeg de Zweed Gustafsson in 2 sets en Steep haalde het ook al in 2 sets van de Tsjechoslovaak Mecir. En in het basketbal heeft Oostende bij Castors Breinen gewonnen met 88-89. En komt door die zege voorlopig mee aan de leiding met Racing Mechelen, dat straks speelt bij Maccabi. En dan ronden we nog af met het weerbericht. Vannacht blijft het zwaar bewolkt bij een zachte temperatuur van ongeveer 8 graden. Morgen betrokken met soms regen of motregen. Later op de dag kans op enkele opklaringen. De wind waait matig en aan zee vrij krachtig uit het zuidwesten. De middagtemperatuur schommelt rond 11 graden. Einde van deze laatste nieuwsuitzending. Morgen om 6 uur kan u opnieuw een kijkje nemen op onze nieuwsredactie. Slaap wel en tot morgen. Wij hebben het laat gemaakt vanavond, want het gaat stilaan naar de klok van 1 toe. Voor we ons bed opzoeken, nemen we toch al even de programma's van morgen door. Om 2 uur kan u kijken naar de tweede aflevering van onze reeks All Rivers Run. En om 15:15 volgt de film Student Exchange. Na de sportflash begint de kinderacademie. En voor meer sportuitslagen kan u bij ons terecht om 18:45. Na de nieuwsflash neemt Coustons mee voor een reis rond de wereld en om 19:00 komt het nieuws eraan. 25 minuutjes later neemt de sportredactie over en Walders verjaardagshow is er om 20:00. En voor het tweede nieuws is er eerst San Severia. Onze laatavondfilm van morgen, de Sterile Cacoo, komt eraan om 22:30 en wij ronden de zondagavond af om 12:15 met de flash. En nu is het bedtijd. Morgen mogen we lekker lang in bed blijven, want het is zondag. Maar wie het begin van VTM niet wil missen, moet wel voor 2 uur uit de veren. Slaap lekker en tot morgen.